Bij mij staat Rita van de Spiegel van VZW De Compagnie. Dag Rita. Hallo, dag Dirk. Aanstaande zaterdag staat er iets nieuws op het programma. Kan je daar wat meer toelichting over geven, Rita? Volgende week hebben wij twee concerten die we geven. Reis rond de wereld in 80 minuten. Gespeeld door 5 strijkers, een strijkquintet van het Antwerp Symfonisch Orkest. Dit ten voordele van VZW De Compagnie. Het is zaterdagavond 13 november om 8 uur 's avonds en zondag 14 november om 3 uur 's middags dat wij twee concerten geven ten voordele van ons bouwproject. Ja. Zijn er nog kaarten beschikbaar en hoe kunnen de mensen deze vinden? Er zijn zeker nog kaarten beschikbaar. Voorverkoop 18 euro, aan de kassa 20 euro. Te bestellen via annelies@decompagnie.net. Een reis rond de wereld in 80 minuten. Klassieke muziek of ook alledaagse muziek, Rita? Het is eigenlijk een mengeling van klassieke muziek en eerder hedendaagse muziek. In 80 minuten gaan we eigenlijk muziek van de verschillende werelddelen spelen. Het is eerder luchtige muziek. Rita, de opbrengst van dit concert is integraal voor VZW De Compagnie. Hoe staat het ondertussen met jullie nieuwbouw? Wel, wij zijn volop in de afwerkingsfase. Vanaf 3 januari 2022 zullen de jongeren hier komen wonen. Er is plaats voor 15 jongeren, 15 studio's en 26 plaatsen voor externe jongeren dagbesteding. Met vele ateliers, houtatelier, knutselatelier, muziekatelier. Er komt een koffiehuisje waar alle mensen uit Mortsel en omstreken gezellig iets kunnen komen drinken of eten. Wij hopen het klaar te krijgen, maar er is toch nog wel heel wat te doen. We zitten in de afwerkingsfase. Ja, want jullie hebben heel dat project wel op heel korte tijd gerealiseerd. Dat is toch wel dag en nacht werk, denk ik. Ja, het is dag en nacht werk geweest. Wij zijn gestart 3 augustus vorig jaar. En ja, we zijn nu toch in de afwerkingsfase. Dus we hopen het klaar te krijgen tegen 3 januari. Want we hebben er juist al eens een rondleiding gekregen. Het ziet er fantastisch mooi uit. En jullie hebben ook een zaal dat jullie eventueel gaan te huur stellen voor buiten uit. Inderdaad, er is een polyvalente zaal in ons project waar onze jongeren leuke dingen kunnen doen en kunnen sporten. Maar die wij ook ter beschikking stellen en verhuren voor allerhande evenementen, festiviteiten, koffietafels, babyborrels, noem maar op. Ja, want het is echt wel een heel professionele zaal, hebben we juist gezien. Zijn er nog activiteiten gepland dit jaar, Rita? En zo ja, de welke? Kunt je daar wat meer toelichting over geven? Ja, op 18 december hebben wij een kerstmarkt. Ons eerste evenement eigenlijk hier bij ons nieuwbouwproject. We hopen er een gezellige boel van te maken. Ten voordele van ons project, hè. Ook weer de verkoop van toffe, ambachtelijke dingen die door onze mensen zijn gemaakt. 18 december vanaf 4 uur 's middags. En dan, niet te vergeten, 7 mei, een heel grote dag, dan zal de officiële opening zijn met aanwezigheid van minister Beke. Van 10 uur 's morgens en om 2 uur zal de minister het officiële lint doorknippen. Ook op die 2 dagen is er ook gelegenheid, zowel op 18 december als op 7 mei, dat mensen een rondleiding kunnen krijgen in ons gebouw, zodanig dat ze eens kunnen zien wat het geworden is. Rita, bedankt voor dit interview en succes met de reis rond de wereld in 80 minuten en ook met jullie nieuwbouw. Dank u wel.